Elke week beoordeelt Vincent Frederiks de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie of wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we bij de modeshow van Mart Visser in Amsterdam. Caroline Tense ziet er stijfel uit deze avond. De wijde pantalon is helemaal van nu en de witte blouse staat er mooi bij. Basic, maar mooi. Bijna goed. 3 glaasjes. Eva Jinek oogt elegant door het model van de jurk en de lengte. De combinatie van leren stof maakt het spannend. Ze draagt er bovendien een perfecte hak onder. Helemaal top. 5 glaasjes. Leontina Borsato ziet er prachtig uit. De mooie in kashmir geweven jurk is fantastisch. Ook de laarzen passen perfect bij het geheel. Het enige minpuntje is dat ze wol op wol draagt. De mooie stof komt beter tot zijn recht in combinatie met andere stoffen. Overigens staat roze haar helemaal prima. Goed voor 4 glaasjes. Martine van Os heeft op safe gespeeld door een simpele zwarte pantalon en een jasje op elkaar te dragen. In principe is daar niets mis mee, maar die rare sjaal slaat helemaal nergens op. Zo jammer. 2 glaasjes. Tooske Ragas koos blijkbaar voor simpel en comfort. Maar het model van de jurk is te ruim en de lengte had korter gemoeten. De blokhak is ook veel te laag voor een avond als deze. Zo jammer. 2 glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.